Mijn naam is Marten de Vet, medewerker publieksbegeleiding van het Mauritshuis. En ik heet u van harte welkom de tentoonstelling Karel Fabricius. Fabricius was ongeveer 25 jaar toen hij dit zelfportret schilderde. Het is een heel informeel portret eigenlijk. Zijn hemd staat open, hij heeft een soort historisch kostuum aan en hij kijkt ons aan. En alles bij elkaar geeft dit een beetje de indruk dat hij niet alleen een zelfportret van zichzelf maakte, maar dat hij zichzelf ook gebruikte als een studieobject om te oefenen in een bepaald portrettype. En het mooie is dat we hier nog heel mooi zien dat hij heel goed keek naar zijn leraar Rembrandt. Want op de achtergrond ziet u een gestukte muur, waarin u ook ziet dat hij allerlei kleuren door elkaar heeft gebruikt. Dus hij zette zichzelf voor een echte verweerde muur neer. En van linksboven valt daar licht op zijn gezicht, waardoor er een soort spel van licht donker in zijn portret terechtkomt. En dat is iets wat hij typisch heeft afgekeken van zijn leraar Rembrandt. Er zijn eigenlijk maar 12 schilderijen van deze schilder bekend. Maar met zijn 12e geven ze een heel mooi beeld van hoe Fabricius uitgroeide van een goede leerling van Rembrandt tot werkelijk een groot meester. We staan hier voor het vroegste schilderij dat we van hem kennen. En dat is pas in 1932 ontdekt. Want toen ontdekte een restaurator de handtekening van Fabricius op het schilderij. Tot die tijd kenden we eigenlijk alleen later schilderijen van Fabricius. En dit is een van zijn eerste schilderijen, waar heel goed te zien is dat Fabricius heel erg sterk keek naar zijn leer Rembrandt. En ziet u vooral in het licht donker dat hij gebruikt. Enorm dramatische voorstelling met Lazarus, die uit het graf omhoog komt, omdat Christus hem uit de dood heeft opgewekt. En Fabricius heeft er een heel spannend schilderij van gemaakt, omdat er heel veel beweging in zit. Alle omstanders die u ziet, bewegen allemaal, u ziet op hun gezichten dat ze heel erg verstrikt zijn. En bij elkaar is het dus een heel groot spektakelschilderij eigenlijk geworden. Het wordt nog sterker zelfs omdat het een heel groot schilderij is. En daarom vermoeden we dat Fabricius dit schilderij heeft gemaakt als altaarstuk voor een kerk. Hier ziet u het schilderij Mercurius, Argus en Io dat Fabricius zo rond 1645-47 schilderde. Hij is dan niet meer een beginnend schilder. Hij is hier echt uitgegroeid tot een volwaardige concurrent van Rembrandt. En dat is hier heel mooi te zien. Wat u hier ziet is een verhaal uit klassieke mythologie van de Romeinse schrijver Ovidius. En het verhaal is dat de oppergod Jupiter verliefd was op Io, een hele mooie vrouw. Maar Jupiter was getrouwd. Om te voorkomen dat zijn vrouw ontdekte dat hij een slippertje maakte, veranderde hij zijn geliefde in een sneeuwwitte koe. En die zit hier midden op het schilderij. Maar zijn vrouw verdacht hem natuurlijk al wel ervan dat hij niet helemaal netjes was. Dus die liet die koe bewaken door Argus. En dat is die oude man die u links op de voorgrond ziet. Echt een oude man, een soort herder, die Fabricius ook heel mooi levensecht heeft geschilderd, want hij heeft zelfs vieze voeten, zoals u ziet. Die koe die dus eigenlijk vast zat, waardoor Jupiter niet meer bij zijn liefje kon komen te ontzetten, stuurde Jupiter Mercurius, de boodschapper van de goden. Die vermomde zich als herder, die ging naar Argus toe en die begon fluit te spelen. En met zijn fluitspel suste die Argus in slaap. En dat is wat er hier eigenlijk gebeurd is. Argus is in slaap gevallen, zijn hondje, opzij van hem ook. En Mercurius kijkt of dat Argus echt slaapt. En dit is het moment eigenlijk waarop voor de toeschouwer duidelijk is, hier gaat iets gebeuren. Want net nadat Mercurius weet dat Argus slaapt, onthooft hij hem en gaat hij er vandoor met de witte koe. Dus voor 17e eeuwse kijkers die dit verhaal kenden, is dit een soort cliffhanger. Dit is een ontzettend spannend schilderij. En dat kan eigenlijk alleen geschilderd zijn door een kunstenaar die echt al precies weet wat hij doet. En daarnaast kunnen we op dit schilderij zien dat Fabricius inmiddels veel meer kan dan alleen
dit soort voorstellingen schilderen, want zijn figuren zijn heel knap. Maar hij kan ook ontzettend goed dieren schilderen, zoals die witte koe of de wollige schaapjes rechts. Ook landschappen kan hij heel goed schilderen, zoals u op de achtergrond ziet. En zelfs stillevens, want achter de slapende Argus ziet u een heel mooi geschilderd een mandfles. En daarom vinden we dat dit schilderij toch echt aangeeft dat Fabricius uitgegroeid is tot een echte concurrent van Rembrandt. Rond 1650 gaat Fabricius op een andere manier schilderen. Zijn palet wordt lichter en hij gaat zich ook concentreren op andere thema's. Hij schildert schilderijen die licht zijn, die atmosferisch zijn, waarin hij grapjes uithaalt met illusie en perspectief. En een van de allermooiste schilderijen die hij maakt op dat moment is het puttertje uit de collectie van het Mauritshuis. Hij schildert het in zijn sterfjaar, 1654. Eigenlijk is het bedoeld als een soort bedriegertje waarmee hij ons voor de gek houdt. We zien namelijk een vogeltje op een voederbakje voor een gestukte witte muur. En de eerste indruk is, hé, er zit een echt vogeltje. En dan heb je pas door dat het geschilderd is. Want wij kijken van onderaf eigenlijk tegen dat voederbakje aan waar een goudvinkje zit. En dat werd in de 17e eeuw een puttertje genoemd, omdat hij zelf met een klein drinkemmertje zijn eigen drinkwater kon putten. Dus het is een heel geliefd diertje, wat ook voor een 17e eeuwse kijker gewoon een heel bekend onderwerp was. Dat kwam je overal tegen. Hier zien we hoe ontzettend knap Fabricius kan schilderen. Want het schilderij is levensecht geschilderd en toch zie je de penseelstreken. Het is niet heel fijn geschilderd. In de achtergrond zien we gewoon hoe die met een breed penseel heen en weer is gegaan. En op de vleugel van het puttertje zette die zelfs in het geel, zette die in de natte verf een kras, zodat het nog echter is dat het een echt vleugeltje van een vogeltje is dat veertjes heeft. Fabricius werd door tijdgenoten geroemd om de knappe manier waarop hij met perspectief om kon gaan. Eigenlijk is dit het enige schilderij dat bewaard is gebleven, waarin we ook zien hoe ontzettend virtuoos hij daarin is. U ziet hier een gezicht op Delft met in het midden de kerk. En als u goed kijkt, ziet u dat het perspectief eigenlijk niet klopt. Het hobbelt en bobbelt op de voorgrond, het is uit elkaar getrokken. En dat heeft er alles mee te maken dat dit schilderij eigenlijk helemaal niet bedoeld is om in een lijst aan de muur te hangen zoals we het nu zien. Dit schilderijtje is hoogstwaarschijnlijk bedoeld om in een perspectiefkastje geplaatst te worden, waarin het half gebogen te zien was, waardoor kijkers, als je met één oog er doorheen keek, de indruk kregen dat ze echt een gezichtje in de stad Delft zagen. Hier ziet u het laatste zelfportret dat Fabricius schilderde in zijn sterfjaar 1654. Hij heeft 3 zelfportretten geschilderd en daarin volgde hij eigenlijk de lijn van zijn leraar Rembrandt, die ook veel zelfportretten schilderde. We zien hem hier dus in 1654, 32 jaar oud. Hij kijkt ons aan en hij heeft een borstkuras aan, zoals u ziet. En dat is eigenlijk een outfit die soldaten heel veel gebruikten. En vandaar dat we denken dat dit weliswaar een zelfportret is, maar dat Fabricius het meer bedoelde als een tralie, een soort karakterstudie waarin hij zichzelf neerzette als een soldaat. En wat heel bijzonder is, is dat op de achtergrond ziet u een wolkenlucht. Dat kwam eigenlijk nooit voor op zelfportretten. En dat geeft een beetje de indruk dat wij van onderaf naar Fabricius kijken en op de achtergrond zien we
een typisch Hollandse lucht. Op 12 oktober 1654 ontplofte midden in de stad Delft een kruiddepot. De klap was tot op Texel te horen en een hele stadswijk werd verwoest. Er vielen honderden doden en onder die doden was Karel Fabricius, 32 jaar oud. Behalve de schilder is waarschijnlijk ook een heel groot deel van de schilderijen die in zijn atelier waren op dat moment verwoest. En als u dit schilderij ziet, ziet u de enorme ravage die die explosie heeft aangebracht. U ziet ook waar het huis van Fabricius heeft gestaan. Als u over het bruggetje had gelopen, ziet u daarachter de restanten van een straatje. En dat is de Doelenstraat waar Fabricius woonde. En op die maandagochtend 12 oktober stierf dus een van de allergrootste 17e-eeuwse schilders van Nederland. Tot 9 januari zijn de 12 bekende meesterwerken van Karel Fabricius te zien in het Mauritshuis. Voor het eerst met z'n allen weer bij elkaar.